Haar real-life soaps Barbie's Bruiloft en Barbie's Baby zijn twee van de best bekeken programma's op RTL 5. En woensdag was ze in Os. Samantha van der Plas, beter bekend als Barbie. Ze kwam samen met haar man Michael shoppen in de stad. Dat nieuws was snel bekend bij haar Osse fans. En zoals het een echte televisiester betaamt, moest er lang worden gewacht voordat er een glimp kon worden opgevangen. Anderhalf uur? Anderhalf uur al? Ja. Allemaal voor Barbie? Ja. Een uurtje. Nou, een half uur, drie kwartier. Een uur. En is het jou dat allemaal waard? Jawel. Nee. Nee? Jij zegt nee? Nee. Van jou had ze er nu al wel mogen zijn? Ja, eigenlijk wel. Iedereen staat hier al keilang te wachten voor niks eigenlijk. Gelukkig voor haar werd dit wachten uiteindelijk toch beloond en kwam de realityster aan. Waarom ben je in Os? Ja, om Barbie is op te halen. Dus, en hoe bevalt hij? Ja, hij is hartstikke mooi. Ik ben echt heel erg blij. Maar ik heb nooit zo'n Barbie jas gehad, eerlijk gezegd. Ja, het is één grote gekkenhuis. Ik was vorige week ook hier ergens in de buurt. Hoe heet het ook hier? Ik ben hier in de buurt, schat. Dus het is geld erop. Nee, maar het is ergens hier in Brabant. Ja, toch? Ja, we zitten in de regio. Ja, dat is ook zo'n gekkenhuis. Maar ik moet wel zeggen, dit is echt wel erg. Had je dat verwacht? Nee. Nee, eigenlijk niet. En is het nog iets waar je nog steeds aan moet wennen? Of ben je er inmiddels aan gewend dat er zoveel mensen komen kijken? Ik ben ondertussen wel gewend daar, maar af en toe denk je bij je eigen van... komt er een keer zo'n vraag op je af? En denk je zo, even time-out daar. Maar het is wel leuk. En toen was het ook alweer tijd om richting Den Haag terug te gaan. Trouwens, voor de liefhebber, er is nog één zo'n Barbie-jas verkrijgbaar in Os.